Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden, degenen die meekijken via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst wordt het heiligavondmaal gevierd en dankzegging gehouden. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing is uit Galaten 3, de verzen 1 tot en met 12. Het thema van deze dienst is: blijf bij het evangelie. Mededeling namens de kerkraad. De collecte voor het heiligavondmaal is bestemd voor stichting NN Veenendaal. Deze stichting verstrekt al jaren aan het eind van het jaar voedselpakketten aan mede-Veenendaalers met een minimuminkomen. Het gaat om een grote groep mensen en gezinnen die met zeer bescheiden middelen moeten zien rond te komen. Uw giften kunt u ook overmaken via het rekeningnummer van de diaconie. Onder vermelding van avondmaal september. Uw collecte wordt daarin van harte aanbevolen. De fysieke collecte in deze dienst zal bestemd zijn voor de diaconie. De gelden zullen gebruikt worden voor gezinszorg. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag overmaken. We gaan nu zingen Psalm 105, vers 22. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Treft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Des Heren werken zijn zeer groot. We zingen samen Psalm 111, vers 2 en 3.
lezen met elkaar het korte formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, hoor hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Opdat wij nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonden, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeve zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Allen die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. En vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mag, dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij nu ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, u die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven en dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood, met opgeheven hoofd, onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heer Jezus Christus. Amen.
Beleiden we nu samen ons geloof. Beleid jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu met elkaar zingen uit Psalm 48, het vierde vers. En bij het naspel van deze psalm bent u welkom, als u vanmorgen nog niet gevierd hebt, bent u welkom om naar voren te komen om de dood van de Heere te verkondigen aan het avondmaal.
opdat wij dan het ware hemelse brood met Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood zal nu uitgedeeld worden. Pakt u een stukje van de schaal, houdt u het bij u en als ik de instellingswoorden uitgesproken heb, kunt u het gelijktijdig tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan zal nu onder het orgelspel de wijn worden uitgereikt, de gekleurde cupjes, er zit druivensap in. Als u de schaal aangereikt krijgt, houdt u hem even vast, zodat de persoon die hem geeft even een cupje kan pakken. Houdt het cupje bij u en als ik straks de instellingswoorden heb uitgesproken, kunt u het gezamenlijk tot u nemen. Thank you.
De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, wat de Heere, zowel vanmorgen als vanmiddag, onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 32, het eerste vers. En bij het naspel mag u teruggaan naar uw plaatsen. En dan kunt u de lege cupjes deponeren in de daarvoor bestemde bakken en eventueel een dankoffer geven. Zingen we nu Psalm 32, het eerste vers.
zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan die weldaden van u. U hebt ook ter verstrekking daarvan door uw geliefde Zoon, Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en de zalige gemeenschap met Christus. En Heere, wij danken u dat we met elkaar bij woord en brood en beker mochten samenkomen. Dat we dat vanmorgen mochten ontvangen uit uw hand en ook vanmiddag, dat al broeders en zusters genodigd waren. Dat we met elkaar stil mogen staan bij wie u voor ons wil zijn. We danken u met ieder die het avondmaal heeft gevierd. Misschien voor het eerst of al voor de zoveelste keer. We danken u dat u ons dat geeft en dat u dit nodig vindt voor ons tot opbouw van het geloof. En geef dat we ook de rijkdom daarvan zullen blijven zien en daarbij bepaald mogen blijven. We danken u zo, Heere, voor uw werk in ons midden, in onze harten. Van nature gaan wij bij u vandaan. Maar u bent het die in uw genade naar ons toekomt en ons trekt. En u bevestigt dat vanmiddag weer. Dus in alle vrijheid kunnen samenkomen rondom het sacrament, maar ook als we zo uw woord weer mogen openen, we weten ons bevoorrecht. En we bidden u, Heere, gaat u door met uw werk in ons midden. Geef dat daar waar geloof ontstaan is, dat het ook sterker mag worden. Dat mag groeien in de genade en kennis. Dat daar waar we u al langer kennen, dat we blijven staan op het fundament. En niet, net als de gelaten, door dwaalleer zullen afhaken of zullen afwijken. Grote God, we bidden u zo, stuurt u uw kerk. Onze Pnio-kerk, ook ons kerkverband. We hebben het nodig, Heere, dat u leiding neemt. En wilt u dan door uw geest ook de broeders die afgevaardigd zijn naar de generale synode leiden. Geef wat nodig is. Ook de broeders vanuit onze gemeente die er nauw bij betrokken zijn. En vragen u, Heere, geef dat daarin de weg gegaan mag worden die u wil dat we gaan. Als gemeente, maar als kerkverband in het geheel. We bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk in de wereld om ons heen. En dan danken we u, Heere, dat gisteren hier een doopdienst heeft plaatsgevonden van Haifa. Heere, vanuit de poster georganiseerd, hier plaatsgevonden. We danken u voor de vele aanwezigen vanuit zoveel culturen. En geef, Heere, dat ze dan ook dat wat er beleden is, dat waar de doop naar verwijst, dat dat mee mag gaan. De bemoediging of als appel op het hart om ook deze keuze te maken voor u. Heere, wilt u zo naar ons omzien en ook in Veenendaal ons niet loslaten, maar uw kerk bouwen. Heere, geef dat mensen tot geloof mogen komen. Zegent u ons getuigenis. Geef dat ons leven, onze handel en wandel geen afbreuk doet, maar een onderstreping mag zijn van uw genade aan ons betoond. Geef, Heere, dat die genade van u niet iets is wat goedkoop voor ons wordt, maar dat we ons blijvend mogen verwonderen. Ja, als we zo ons erover mogen verwonderen, dan bid u ook voor ons land, ons volk. Als Prinsjesdag is geweest, als de regering bezig is, als er van alles op de agenda staat. Heere, wij vragen u, wilt u leiding geven? Hier plaatselijk, maar ook landelijk. Omdat wij een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht. Heren, we bidden u zo ook voor de kerk hier in Veenendaal, allerlei andere gemeenten. Heren, wij bidden u of u ze wil vasthouden bij de waarheid en of ze uw naam mogen verheerlijken.
Heer, we bidden u voor mensen die lauw zijn geworden en koud. Wakkert u ze aan, Heer. En bouw ons zo vanmiddag ook op in het geloof. Ja, laat alles in deze dienst mogen zijn tot eer van u, tot opbouw van uw koninkrijk. Ook onze gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. Heer, zegent u alstublieft de stichting waar we voor collecteren. Geef dat die gaven ook de mensen die het zo moeilijk hebben, financieel, mogen steunen. En dat ze daarin niet alleen opmerken dat mensen naar ze omzien, maar dat ze ook uw barmhartigheid daarin mogen ervaren. Heere grote God, zegent u op de preekstoel, eronder, achter het orgel. Heere, laat alles zo goed verlopen, voor ons hier, maar ook als we deze dienst op afstand beleven. Heere, dan beseffen we dat we dat niet verdienen. Maar we bidden u dit in de naam van uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, om voor jullie duidelijk te maken waar het in het gedeelte over gaat vanmiddag, waar het in de preek over gaat, heb ik dit plaatje meegenomen. En dan zie je dat het een hond is, hè? En wat denk je dat die hand betekent? Wat betekent nu die hand daar bij die hond? Zou dat een bepaald doel hebben of is dat gewoon zomaar? Ja, heb jij een idee? Blijf. Nou, dat is het. Blijf op je plek. Die hond die ziet misschien allemaal dingen waar hij naartoe wil, wat hij leuk vindt, wat zijn aandacht trekt. Maar zijn baasje zegt, blijf. Op deze plek moet je blijven. Nou, dat is eigenlijk ook in de kern wat Paulus zegt. Die gelaten die hebben de neiging om alle kanten op te gaan, zou je kunnen zeggen. Maar Paulus zegt in het gedeelte dat we gaan lezen tegen die gemeente, blijf. Blijf op deze post. Je ziet misschien van alles. En je wilt reageren en je wilt daarin mee. Maar Paulus zegt, blijf bij het evangelie. Blijf bij dit kostbare wat God ons gegeven heeft. En we gaan nu daarvan lezen. In Galaten 3. We lezen Galaten 3. Vers 1 tot en met vers 12. En daarna zingen we uit Psalm 71, vers 10 en ook vers 11. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof
maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Tot zover. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 85 het vierde vers. Het uitgangspunt voor wat we voor de preek is wat we gelezen hebben. En dan vooral vers 1 tot en met vers 5. En dan kun je dat samenvatten met het thema van de preek. Blijf bij het evangelie. Dat is eigenlijk de uitroep van Paulus. Gelaten, blijf bij het evangelie. En dan drie punten bij de gekruisigde. Bij het geloof, bij de geest. Want je leest in vers 1. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. De gekruisigde. Bij het geloof, vers 2. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bij het geloof blijven. Bij de geest. Meerdere versen, maar dan vers 3. Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk en u die op afstand verbonden bent, stelt u zich voor. Uw auto, ventilatiesysteem aan, nou ja, aan, doet het niet. Je draait de knop naar warm, maar het blijft koud. Je draait de knop naar koud, airco aan, gebeurt eigenlijk weinig. Vervolgens zet je de fan wat harder,
Maar blazen doet hij ook niet. Kapot. Naar de garage brengen dus. Begin van de dag breng je hem. Einde van de dag kun je hem ophalen. En als je hem ophaalt, kom je erachter dat niet alleen maar het ventilatiesysteem vervangen is, verbeterd is, maar dat ze gelijk ook maar een grote beurt hebben uitgevoerd. Alle banden zijn vervangen. De remschijven en de blokken zijn vernieuwd. En ja, er zat ook wat lakschade aan de bumper. Hebben ze gelijk maar uitgepolijst. En de rekening is in één keer torenhoog. Tja, hoe reageer je dan? Misschien ben je wel allereerst verbaasd. Wat is dit? Dit hebben we toch niet afgesproken? Misschien zou je zelfs wel boos worden. Hoe haalt die man het in zijn hoofd? Wie bedenkt dit? Dat gaan we niet betalen. Nou, ongeveer zoiets, zo'n verbazing, boosheid, kun je vermoeden bij de apostel Paulus. Wat heb ik jullie gezegd, gelaten? En hij zegt het niet zo vriendelijk. Hij zegt niet, broeders, groepen heiligen, gemeente van Christus, maar dwaze gelaten. De Statenvertaling zegt, uitzinnige gelaten. Jullie zijn buiten zinnen. Zijn jullie gek geworden? Jullie lijken wel betoverd. Wat is er met jullie gebeurd? Wie of wat heeft jullie beïnvloed dat jullie zo doen? Ja, er is blijkbaar iets heel ergs gebeurd. Erger dan wat extra reparatie aan je auto, waardoor de rekening hoger is. Ze hebben zitten sleutelen aan het evangelie. De kern. Die zijn ze kwijtgeraakt en ze hebben er als het ware alles bijgemaakt. Dit moest erbij, dat moet erbij, want anders klopt het niet, anders is het niet goed. En Paulus die zegt, als jullie zo erin staan, dan raak je het evangelie kwijt. En daarom, blijf bij het evangelie. Blijf bij de gekruisigde. Ja, als je dit vers leest in het Grieks, valt er nog wat meer op. Maar dan merk je dat Paulus de nadruk legt op de gekruisigde. Jezus heb ik verkondigd, Christus. Hij is verkondigd als de gekruisigde. Met alle nadruk. En je kunt het zelfs op twee soorten manieren vertalen. Je kunt het vertalen op de manier van, ik heb het jullie voor ogen geschilderd. Niet zomaar even, toevallig even genoemd. Maar ik heb het zo proberen te verwoorden, dat het voor je ogen geschilderd werd. Recht voor je neus. Alsof je die spijkers erin zag gaan. Alsof je zelf erbij was toen het kruis omhoog gezet werd. En toen hij riep, het is volbracht. Ik heb het je voor ogen geschilderd, je kon er niet omheen. Je kan het ook meer vertalen op de manier van, ik heb het jullie geproclameerd, verkondigd, aangezegd. En dan, nou als een preek, ik begon met de gekruisigde. En de kern van de preek was de gekruisigde. En ik sloot ermee af. En voor de zegen zei ik nog, gemeente, vergeet het niet. Denk aan de gekruisigde, blijf daarbij. En zo heeft Paulus zijn preken opgebouwd. En begint hij dus nu verbaasd en stevig. Dwaas zijn jullie. Ja, waarom maakt Paulus hier nou zo'n punt van? Waarom is dit nou zo belangrijk voor Paulus dat hij ze open en bloot zo noemt? Nou ja, omdat die dwaalleraars, die heel veel invloed kregen, dat die zeiden, je moet de wet houden. Maar Paulus zegt, als je dan die wet wil houden, dan kom je erachter, dat red je niet. En dan kom je uiteindelijk bij de vloek. Want ja, de wet zegt dit, doe dit en u zult leven. Maar die wet is zo goed, zeggen we vanmorgen, die kun je niet houden. Betekent de vloek. Deuteronomium 30, 31. Mozes zei het ook duidelijk. De weg van het leven, dat brengt zegen. Maar lukt dat niet, dan brengt het je de vloek. En vers 10 zegt Paulus, er staat immers geschreven.
Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat er geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Met andere woorden, beste gelaten, jullie liggen allemaal onder de vloek. We zijn allemaal zondig. En hoe kom je daar nou onderuit? Nou, door degene die de vloek gedragen heeft. Want vers 13, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Hij, de Heer Jezus, is een vervloekte geworden om aan het vloekhout ons te vergeven. En Paulus die zegt, beste mensen in Galatië, op het moment dat je leeft van dit evangelie, dat Christus je vloek gedragen heeft, omdat je bevrijd mens bent, en er komt vervolgens toch weer de gedachte dat je de wet moet houden, dat je eerst dit moet en eerst dat doet, en dan is het toch pas echt goed. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je dus eigenlijk bezig om de vloek weer over je te halen. Om van de zegen van de Heer Jezus naar de vloek te gaan buiten hem. Om in plaats van te leven uit het leven, te gaan voor wat de dood brengt. Leven met God wissel je in voor, ja, eigenlijk richting de ondergang zonder God. En dat heeft invloed op jezelf. Maar zoals we vorige week zagen met Petrus, ook op anderen. Welke indruk wekken we? Ja, broeders en zusters, misschien is de overeenkomst met de gelaten niet zo heel makkelijk te maken. We leven in een andere tijd. We hebben geen dwaalleraren die Joodse wetten ons opleggen. En toch, als het hier gebeurt, en als Paulus vorige keer, weet u nog, zo fel was tegen Petrus, zou dat ook niet bij ons binnen kunnen komen? Dat je toch stiekem gaat denken, ik heb nu avondmaal gevierd, en dat je ergens je levenshuis gaat bouwen op wat jij doet. En dat je niet dat evangelie gewoon helemaal binnen laat komen, zoals bij het avondmaal. En dat je daaruit leeft. Maar dat je stiekem vooral kijkt naar wat jij wel kunt en wat je niet kunt. En dan zegt Paulus vanavond, blijf bij de gekruisigde, want die redding van hem, die is eens en voorgoed. Daar mag je voor altijd op blijven pleiten. Maar blijven staan en volledig uit leven. Ja, Paulus die legt dus de nadruk op dat de Heer Jezus de gekruisigde is. Kijk, stel je voor dat je naar de Heer Jezus kijkt als een soort helper. Hij helpt je. Als je de Heer Jezus zo op die manier ziet, dan is het geen probleem wat die dwaalleraren zeggen. Natuurlijk, je moet jezelf ook redden. Hè? Jezus redt wel, maar hij helpt je dat je echt gered wordt. Hij helpt je zodat je beter gaat leven. Dat je een stapje dichter bij de zaligheid komt. Maar nee, Paulus zegt, je moet goed naar de Heer Jezus blijven kijken. Want hij is niet een helper alleen. Hij is de zaligmaker. De gekruisigde. En gelaten zullen dat in je oren knopen. Want op het moment je daarvan afglijdt, ontneem je God zijn eer, Jezus zijn positie, en ontneem je jezelf de zekerheid van het geloof, ontneem je jezelf ook de vreugde van de houvast voor eeuwig. Paulus die kijkt naar die gemeente en die zegt, blijf. Nou, dat is eigenlijk vanmiddag ook de preek. Blijf bij de gekruisigde. Want die wethouder, gedachte van ik moet eerst meer dit of meer dat, het ontneemt je de zekerheid. Broeders en zusters, als u hier zo met mij over nadenkt en bij stilstaat, heeft u dan een beetje door hoe erg deze dwaalleer was en is? Of zegt u, nou ja, het is goed om een stukje achtergrond te weten en dit gedeelte ook eens een keer te horen, en als die brief klaar is, graag wat praktischers. Of is het gewoon ook wel eens goed? Dat als Paulus dit dus belangrijk vindt, dat dat voor ons dus ook belangrijk is. Of wat zijn voor u mogelijkheden
manieren waardoor je dat gekruisigde makkelijk vergeet. Omdat je misschien toch te druk bent met... En dat je Jezus eigenlijk liever alleen maar wilt als helper. Dat kan ook, hè? Want je wil graag je leven zelf leven. En dan mag Hij me helpen om de goede dingen te doen. En als het niet lukt, mag Hij me steunen. Ja, en als het moeilijk is, als het lichaam hem tegen zit, dan mag u me nabij zijn. Maar Jezus wil gekend worden als de gekruisigde. Omdat dat het leven nou open doet. Als Paulus naar Korinthe gaat, in 1 Korinthe 2 leest hij dat, dan zegt hij, ik heb me niets anders voorgenomen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, soms kiest hij ook een andere insteek. Als hij naar Athene gaat, dan is hij daar en strooit hij met citaten van geleerden. Haalt hij citaten aan van dichters, filosofen en noem het maar op. Maar op een gegeven moment komt hij toch uit bij de opstanding. Zo doet hij het in Athene. Maar hij zegt, toen ik wat later naar Korinthe ging, naar die grote havenstad, welke strategie kies ik? Jezus Christus en die gekruisigd. En misschien hoort u het niet, want ja, wij zijn gewend aan het kruis. Wij zien het bijna als een prachtig symbool, wat stoer, waar je trots op kan zijn. Maar als je in die tijd hoorde van het kruis, dan waren er wellicht verschillende die wel eens zo'n kruis hadden zien staan. En die hadden gezien hoe zwaar iemand daaraan moest lijden. Dat het iets verschrikkelijks is. En dat je daar je hoop uit moet putten. Dat zoon van God de underdog wordt. Dat ruwe rouwen van het kruis. Ja, dat is blijkbaar nodig. Wij mogen de Heer Jezus blijven belijden en zien als de gekruisigde. Zodat we de zekerheid van het geloof daar vinden. En ook nooit onze afkomst vergeten. Met het avondmaal zeggen we, er mag een streep door alles wat ik kan. Alles wat ik heb. Wat ik kan aandragen. Maar ik bouw op Jezus Christus. De gekruisigde. Paulus, hij kon zich beroemen in zijn jarenlange dienst. Hoeveel uren heeft hij wel niet gemaakt in Gods Koninkrijk? Hij kon zich beroemen in zijn inzet. Hoeveel kilometer wel niet gereisd? Hij kon zich beroemen in wat hij heeft mogen betekenen. Hoeveel bekeerlingen wel niet? Maar Paulus die zegt, weet je wat ik in roem? Hoofdstuk 6, vers 14. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen om op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want dat kruis heeft er gestaan. En dat kruis is het fundament, mijn vaste grond, waar ik nooit meer vanaf kom. Broeders en zusters, als u in de Heer Jezus gelooft en de gekruisigde is u dierbaar, blijf daar dan bij. Ja, mag je dan niet groeien? Ja, wat verstaat u onder groei? Groei is in de Bijbel ook groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus. Dat je groeit in genade. Genade is genade, maar dat je daar als een boom vaster in wortelt. Dat je als het ware steeds dieper daarop vast komt te staan. En dat je zegt, dit is mijn fundament. De duivel kan me aanvechten. Mensen kunnen me dingen aanpraten. Er kan van alles bij me boven komen. Maar dit is het fundament van mijn bestaan. Mogen we daarin groeien? En is niet dat wat we vandaag ontvangen hebben? Voeding om er als gemeente dieper in geworteld te zijn en te blijven. Ja, misschien was u vandaag niet aan de tafel. Waarom niet eigenlijk? Kan de jongeren zeggen, ja, ik heb nog geen belijdenis gedaan, dus. Maar als je wel belijdenis zou hebben gedaan, had je dan wel gegaan? Of als u wel gerechtigd bent, waarom was je er vandaag dan niet? Komt dat omdat je het niet zoekt bij de gekruisigde? Hij wordt u toch zondag aan zondag, en door de week ook heeft u ook mogelijkheden. Wordt u toch voor ogen geschilderd? Alsof het voor je gebeurt.
dat hij zondaren lief heeft. Als je dan je houvast zoekt, waar zoek je het? En dat je nu tot de volgende keer het avondmaal goed je best gaat doen? Of zoek je dan bij die gekruisigde, zodat je door het geloof alleen je houvast vindt in hem? En dan zijn we dus bij het tweede. Ja, in vers 2 zegt Paulus, beste gelaten, ik heb eigenlijk één vraag aan jullie. Nou ja, op het moment dat iemand al begint met, o dwaze gelaten, en vervolgens zegt, ik heb één vraag, ja, dan voel je, moet oppassen. Conflict. Nou, nu komt er wat als iemand dan één vraag heeft. En dan vraagt hij, hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet? Door het houden van de geboden? Of door de prediking van het geloof? Hoe heb je nou de geest ontvangen? Hoe zijn jullie nu veranderd? Wat gebeurde er toen jullie echt christen werden? Als je Jood bent en je hoort dit, doordat je heel goed de wet gehouden hebt, heb je daardoor het geloof ontvangen? Nee toch? En er waren heidenen die totaal zich niet aan de wet hebben gehouden, maar die geloofden ook. Hoe werkt dat dan? Paulus die zegt, het komt toch door de prediking van het geloof. Blijf bij het geloof, blijf bij dat je je lege hand mag ophouden bij de Heere. Dat je het niet zelf hoeft te verdienen. Dat je gelooft dat Hij, wat Hij zegt, meer waar is dan dat ik voel. Dat je meer gelooft dat Hij zijn liefde aan je geeft, dan dat je kunt twijfelen. Dat is toch hoe het kwam? Dat je het hoorde, dat het voor je ogen werd geschilderd, dat Jezus dat nou voor jou deed. En dat je niets anders kon dan zeggen, Heere, ik stond er eerst maar naar te kijken van dat gebeurde zomaar, maar toen viel het kwartje. Mijn ogen gingen open en ik geloofde, ja, Hij deed het voor mij. Blijf daarbij, gelaten. En Paulus die zet het in vers 3 tegenover het vlees. Hij zegt, als je dan toch weer bezig gaat met het zelf verdienen, met wat jij kunt, en je bouwt niet op de gekruisigde, en je leeft niet uit het geloof, dan ben je eigenlijk bezig met het vlees. Dan ben je gewoon heel menselijk bezig. Nee, zegt Paulus, God geeft en ik mag in geloof ontvangen. God belooft en ik mag in geloof aanvaarden. En daar mag je nou uit leven. Laat dat iets zijn waarvan je zegt, dat wil ik nooit meer kwijtraken. Daarom is het ook wel goed om na te denken over hoe je prediking, de verkondiging waardeert. Soms krijg ik de indruk dat preken een beetje worden gezien als een lezing. Dat je naar de kerk komt en zegt, ja, wat kan ik hiervan leren? Wat heb ik eraan? Wat kan ik hieruit meenemen? Op zich ook wel goed. In ieder geval actief erbij betrokken. Maar heel makkelijk kan je dan het gevoel krijgen dat je kijkt naar iets en dat je vooral kijkt, wat kan ik eruit meenemen? Wat vind ik interessant? Terwijl, weet je wat de bedoeling is? De prediking, de wijze waarop we dat doen, betekent dat God ons aanspreekt. En zegt, u, jij, jullie daar, hoe dwaas of wijs je ook bent, ik verkondig je dat je in jezelf verloren bent. Maar als je in mij gelooft, dan ben je behouden. De verkondiging is dat je aangesproken wordt op je hart. Dat er geklopt wordt. Je moet gered worden. Je kunt gered worden. En ik wil je redden. En als je in mij gelooft, dan ben je gered. Zalig. Het is toch ook heerlijk als je dat vanmiddag mag beseffen. En dat je dan als het ware gewoon even mag opademen. Van ik ga nu niet de kerk uit met, en ik moet dit, en ik moet dat, en ik moet zus, en ik moet zo, en nu. Maar dat je gewoon de opdracht vanmiddag krijgt, blijf. Bij Christus die gekruisigd is. En blijf bij het geloof.
dat ik niks verdien, maar dat Hij in zijn liefde mij nou alles geeft. En dan is het wonder niet allereerst dat u straks de kerk uitgaat en zegt, hier kon ik wat mee of hier kon ik niks mee. Maar dat u zich verwondert, weet je wat ik nu weer echt geloof? Dat Hij wat met mij kan. Dat is pas een wonder. Niet dat ik er wat mee kan, maar dat Hij in zijn genade mij niet voorbij loopt. Maar wat met mij kan. En door het geloof mij niet loslaat. Mij vasthoudt. Wat een wonder. Paulus, hij doet in dit gedeelte een appel op de ervaring. Gelaten, hoe ervaren jullie dat nu? Hoe leven jullie hieruit? Mijn broeders en zusters, hoe leeft u hieruit? Lukt het om bij de gekruisigde te blijven en bij het geloof te blijven? Ja, zegt iemand, ik vind dat toch lastig. Want dan loop ik de kerk uit en mijn hoofd gaat alweer, of eigenlijk in de kerk al, naar wat ik morgen moet doen. En overmorgen. En ik wil graag dit. En dit moet toch ook anders in mijn leven? Wat moet ik nou? Nou, blijf bij de gekruisigde, bij het geloof en ook bij de geest. Nou, je snapt, dat rijtje moest kloppen. Maar blijf bij het werk van de geest. Verzwijf. Hij dan, die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet u dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Ja, Paulus zei, ik zou één vraag stellen, maar hij stelt er gelijk nog één. Het gebeurt wel vaker hè, als mensen dat zeggen. Ik heb één vraag aan je en dan komt er gelijk nog weer wat. Maar toch komt die vraag ook op hetzelfde neer. Paulus die zegt, jullie hebben de geest ontvangen. Hij gaat niet in discussie. Hij zegt niet, nou, daar twijfel ik nu aan, dat jullie zo dwaas zijn. Nee, die zijn krachten, tekenen, wonderen. De geest werkt. Dat is duidelijk. Maar laat die geest dan toch blijven werken. Laat die geest in je leven verder blijven gaan. Misschien zeg je, zag ik daar maar wat meer van. Nou ja, kijk je dan wel goed? Zou het zomaar kunnen zijn dat de geest wel werkt, maar dat je het niet ziet? Dat u bepaalde dingen gewoon vindt, terwijl ze een wonder zijn. Dat we het evangelie mogen hebben. Dat het verkondigd wordt. Dat mensen tot geloof komen. Is dat niet iets van de geest? Blijf bij die geest. Die geest die je Jezus liet zien. Die geest die je wil leiden. Want het evangelie is niet alleen iets waar je door gered wordt, maar waar je ook in mag groeien. Word niet alleen gerechtvaardigd door het geloven in Christus, maar worden geheiligd door die geest. Die geest die vernieuwt, die geest die verandert. Weet je wat die geest doet? Die geest zorgt er eigenlijk voor dat punt 1 en 2, dat dat nou werkelijkheid wordt. Dat die geest zorgt ervoor dat je ogen open gaan voor wie de Heer Jezus is. Dat je vanmiddag niet alleen maar hoort over de gekruisigde, maar dat je zegt, hij is voor mij gekruisigd. Als die geest werkt, dan kijk je niet alleen maar naar het kruis als iets, ja, dat is toen gebeurd. Maar in geloof, dat is voor mij gebeurd. En dat is voor mij het rustpunt van mijn hart. Paulus zegt, laat de geest je leiden. En niet je eigen gedachten. En wees dan trouw bij de kerk en bij de vereniging. De catechismus die zegt ergens als het gaat over de zondag, over de rustdag. Waarom is deze dag er? Waarom kom ik naar de kerk? Zodat ik Gods geest in mij laat werken. Heer, u bent de pottenbakker. Vorm mij maar. Heer, u bent die beeldhouwer. Hak maar weg wat weg moet. Laat die geest werken. En als u zich dus afvraagt, werkt die geest van God in mij? Ziet u de gekruisigde nog? Werkt die geest er nu? Gelooft u? En groeit u in de genade en kennis van de Heer Jezus? Broeders en zusters, de geest wil ons overtuigen.
van hoe rijk het is om als christen te leven. En als dat een vonk is in je hart, dan ontvlamt dat verder. En dan mag het vandaag in brood, bij beker en in het woord brandstof zijn voor onze ziel. En dan is Romeinen 8 zo prachtig. Romeinen 8, een hoofdstuk waarin Paulus vertelt over hoe de geest werkt. Over de eerstelingen van de geest. Maar het einde van dat hoofdstuk, en daar ga ik dus ook mee afsluiten, is dat Paulus die gemeente in Rome, die voor dezelfde punten staan als de gelaten, dat hij ze voorhoudt vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. En worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Gemeente, blijf bij dit evangelie. Amen.
zullen we God danken en bidden. Wij komen tot u, Heere, om u te danken. Wat heeft u ons veel gegeven? Wat is uw genade zo oneindig groot? En Heere, dan weet u dat die gelaten werden bestempeld als dwaas. En Heere, dan weet u of dat ook voor ons geldt. Of gold. Of misschien wel kan gaan gelden. Heere, bewaar ons voor dwaalleer. Open onze ogen voor wetticisme in ons eigen leven. En leer ons daarvan te bekeren. Leer ons ook te zien of wereldgelijkvormigheid ons in onze greep heeft. Heere, wij kijken op naar u. Laat de waarheid van uw woord ons vormen en funderen. Geef dat we houvast vinden bij u, Heer Jezus Christus, de gekruisigde. Heere, dan vragen we, wilt u ons helpen in ons leven? Wilt u ons troosten in ons bestaan? Wilt u bij ons zijn, waar we ook gaan? Maar wilt u vooral de gekruisigde zijn en blijven? Geef, Heere, dat fundament, dat er is en dat we daar werkelijk uit leven. En dat heel ons bestaan fundeert. Heer, u weet dat we zo makkelijk ook weer tegen onszelf aanlopen. Verleiding, dwaling, het oude vlees. Heer, maar u wilde vandaag in ons komen. En Heer, leef in ons. Geef dat we dat mogen geloven. En dat we u mogen zien. Dat we met lege handen bij u mogen komen. En die met dankbaarheid laten vullen. Grote God, laat ons zo groeien in de genade en kennis. Bewaar ons, Heere, voor hoogmoed. En geef, Heere, dat we ook aan de kinderen uit de gemeente, en zij die het geloof nog niet zo goed kennen, dat we het niet het verkeerde beeld geven. Heere, wilt u ons daarin leiden? Ook als we leiding mogen geven aan een cursusgroep of vereniging, binnen of buiten de gemeente. Heere, werk zo met uw geest, dat we mogen merken dat u als de pottenbakker doorgaat. Dat u als de beeldhouwer dingen wegneemt die niet goed zijn. En dat onze ogen open zijn en blijven voor u de gekruisigde, die in uw liefde uw leven gaf. Heer, leid ons zo door uw geest in alle waarheid. En geef dat u die jubel van Paulus uit Romeinen 8 ook werkelijk in ons hart mogen meenemen. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Wat machtig is dat. Geprezen zij u, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in alle eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere, en daarna zingen we zo mogelijk staande Psalm 89, het 7e vers.
Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.